Dames en heren, jongens en meisjes, mijn gebeden zijn verhoord. Star Wars Jedi Fallen Order heeft een Next Gen patch gekregen voor zowel de Xbox Series X als de Xbox Series S en de PlayStation 5. En vandaag gaan we gewoon kijken wat die patch inhoudt. Uiteraard hebben we dit weer opgenomen in 4K, 60 frames per seconde. En ik word echt behoorlijk wild van deze game. Dit heeft gewoon alles mee te maken. Van bijna 10 jaar EA, want die licentie ligt nog bij EA, tot en met 2023. Zijn er niet heel veel goede Star Wars games geweest. We hebben Star Wars Battlefront 2 gehad, goede game. We hebben Star Wars Squadrons gehad, goede game. En we hebben natuurlijk Jedi Fallen Order gehad. En dat was verreweg de beste game. Ik ben echt weggeblazen hiermee. En elke keer als ik in deze wereld rondloop, dan heb ik zoiets van, oh, wat doet het toch pijn dat we die ene game van Visceral niet hebben. Oh, wat doet het toch pijn dat we Star Wars 1313 niet hebben. Zo'n action-adventure in een Star Wars wereld met next-gen graphics. Het is echt belachelijk mooi. En dat zie je hier ook in Jedi Fallen Order. We gaan er nu naar kijken. En gaandeweg vertel ik je wat de veranderingen zijn met deze next-gen patch. En wat Jedi Fallen Order zo goed maakt. En waarom je het moet gaan spelen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Kijk hoe sfeervol dit is. Dit is zo belachelijk sfeervol. Ja, video is weer demonetized. Dat is één ding wat zeker is. Maakt niet uit. Cal. I don't want to upset your rhythm, Cal, but the boss wants a word. He'll be good for us. Here he is, Chief. An error has been detected on line 10A. All our clamps are jammed. I need two workers to climb up and secure the cables. That's not an easy maneuver. The Gal will double your pay for this shift. Come on, Cal. Well, it's a score. That couldn't hurt. Huh? Okay. All right. Let's go. Get to work. This way. Kijk, daar zijn we. En natuurlijk omdat ik ook af en toe erheen zal praten, zal ik heel even de subtitles aanzetten. Als het kan. Ik geloof het wel. Ik heb het eerder gezien. Zou het hier verder naar beneden zijn dan? Nee, dialoog staat aan. Het zal niet bij de visual staan, toch? Hier dan? Subtitles. Ja, ik heb ze voor je aangezet. Eén ding. Wat je meteen al ziet natuurlijk. Is de game runt in 60 fps. Op Xbox Series X. Op PlayStation 5. En op Xbox Series S. Op PlayStation 5 is de game gelokt. Op een resolutie van 1200p. Niet heel erg hoog. Ik had verwacht dat dat toch beter zou zijn. Belangrijk om daarbij te vermelden is. Het is niet een dynamische resolutie. En dat zit wel in de Xbox Series X versie. De Xbox Series X versie heeft namelijk twee verschillende modes. Dat is de performance mode en de quality mode. A separatist ship. I haven't seen a Luke or Hulk in ages. Yeah. Ages. Breaking her will be big money. All right, let's go. Ik word hier zo gelukkig van, jongen. Echt. Echt niet normaal. Maar om heel even terug te komen op wat ik zei. De PlayStation, de Xbox Series X heeft dus een quality mode en een performance mode. De quality mode draait in een dynamische 4K resolutie. En de performance mode schommelt tussen de 1080p en de 1440p. Waar de PlayStation 5 versie dus gewoon standaard 1200p is. Daarbij gezegd hebbende, heeft de PlayStation dus geen performance of quality mode meer. Dat is gewoon één mode,
1200p, 60 fps. Terwijl dat op de PlayStation 4 Pro versie nog wel zo was. Daar had je nog een performance mode, waarbij de game ongeveer 45 frames per seconde met hele uneven frame pacing draaide. Het was niet een mode die ik zou aanraden. Dan kan je het beter gewoon op een locked 30 fps houden. Maar dat is dus allemaal verleden tijd, 60 fps. En deze game heeft echt een enorm voordeel bij 60 fps. Het is een game die draait om reflexen, om sfeer. Het ziet er gewoon zoveel mooier uit. De game voelt gewoon sneller aan ook. 30 fps. En ik laat het zo even zien, want ik zal hem zo nog even op de quality mode zetten. En dan kan je gelijk zien wat voor een verschil dat maakt voor deze game. En, ja, ik zei het al eerder, maar dit is echt een van de allervetste Star Wars games ooit gemaakt. En er zijn een boel vette Star Wars games. Ik heb het natuurlijk over Knights of the Old Republic. Wat ik echt oprecht een van de beste games aller tijden vind. Dus niet een van de beste Star Wars games alleen. Nee, een van de beste games aller tijden. En dit staat niet op gelijke hoogte natuurlijk. Maar behoort wel tot de top van de Star Wars games. En mocht je nog niet bekend zijn met Jedi Fallen Order, wat is het precies? Het is een mix van allerlei dingen. Zoals je nu al ziet, dit voelt natuurlijk heel erg Uncharted aan. En als we kijken naar hoe lineair de game af en toe is, zoals in dit soort zaken, dan is het een heel erg een Uncharted game. Maar het is niet alleen een Uncharted game. Het is een Uncharted game, het is een Tomb Raider game, het is een Souls-like game. Dat zul je straks wel zien in de combat. Ze hebben ook aardig wat dingetjes gejat van From Software titels. Maar je kent het gezegde toch? Beter goed gejat dan slecht bedacht. Kijk hoe belachelijk mooi dit is, man. De Republic Cruiser. En het combineert gewoon al die zaken. En ik had het niet verwacht dat Respawn zo'n vette game zou kunnen maken. Want Respawn is natuurlijk vooral bekend. Staat vooral bekend om zijn shooters. Titanfall daarvoor de laatste titel. En dit is iets compleet anders. Maar ze hebben het zo goed gedaan. En niet alleen qua gameplay is het gewoon heel erg goed. Qua verhaal is het vet om te volgen. En er zit echt de right amount of fanservice in. Er zit fanservice in, maar het is echt heel goed gedaan. Patch off. En als je de villain ziet, die is ook heel vet gemaakt. Die komen zo nog wel tegen. De Second Sister. Come take a look at this. It's a Jedi fighter. What a score! It's a real scrapper's payday. I mean, this thing's been here, what, 4 years? 5. Whoever flew this went down in a blaze of glory. Those Jedi. Real tragedy. Yeah, I've always said they couldn't all be traitors. Yeah, maybe. This is just our lucky day. Empire's gonna get a lot of good material out of it. Yeah, here we are, scrapping these ships from the war, just so they can turn around and make new ones. What a racket, huh? All of us risking our necks for the bosses. And the pay was better back during the Republic, too. Hey, you really should watch what you say. Well, listen to me. Find us free like this, could be your ticket off this soggy rock. What makes you think I want out of here? Come on, Cal, you're a young guy. You don't end up like me. Eventually, you gotta move on and live your life. Find your destiny. Whatever you say. Hey, we should get back down. You're not listening to me. What was that? Help me! Daar gaan we. Super scripted events natuurlijk. En dat doet dus heel erg aan Uncharted denken. Maar, ik was heel even nog een game vergeten te vermelden. Metroid. Het heeft heel veel dingen van Metroid. Vooral de backtracken, de exploration.
super vet gedaan, man. Metroid is ook een van de vetste games. Metroid Prime dan. Die ik ooit heb gespeeld. Een soort van Sarlacc. Watch out, Cal. Look out. Oh, er zit zoveel in deze wereld, man. Op een gegeven moment ga je ook een AT-AT beklimmen. Op Kashyyyk. De thuiswereld van Chewbacca. We gotta move. Come on. What the hell happened? What was that back there? Was that you? Well, that was the Force, wasn't it? Just forget what you saw, okay? Please, no, trust me. I've seen the stories. I've heard it. There's bounties out on people like you. I know. Yeah, we're ready. Sommigen van jullie zullen deze acteur misschien wel herkennen. Ik weet heel even niet zijn echte naam. Maar hij heeft de Joker gespeeld in Gotham, de tv-serie. Heavy story driven dus ook. You holding up okay? Good. Yeah. You? Yeah. Kel, I've been working with you some time now. I've never seen you do anything like that before. We've been through some hell together. So, I know the risk that you took for me. I don't know how to repay you. Don't mention it. I mean it. Oh, you don't have to worry about me. This place, it's not safe. Maybe you should, disappear. Just gotta head back to my place, grab my bag. Tappers owes me a favor. Oh. I heard he was up on Mel Shadoa. Yeah. He won't be seeing me for a while, Prof. Yeah. Yeah, okay. Okay, Kel. Buddy buddies. Maar er komt dus in deze game. Er komen heel veel planeten. En ook story strings die je al hebt gezien in The Clone Wars. En dan heb ik het over The Clone Wars, de tv-serie. Niet de film. Die vond ik echt heel erg slecht. Maar The Clone Wars, de tv-serie. En mijn favorieten zijn toch wel Dathomir. De planeet waar ook Darth Maul vandaan komt. Kashyyyk was heel erg vet. Ze hebben eigenlijk allemaal wel wat. Er komt een sequel aan. Die is al in de maak. Die zal natuurlijk ook echt met de next-gen consoles in gedachten gemaakt worden. Dus ik ben benieuwd wat ze dan op je scherm kunnen toveren. Want het is al een hele mooie game, hoor. Waar ga je heen? Maar dat kan je zelf ook wel zien. Dat hoef ik je niet te vertellen. Af en toe wat texture dingetjes, maar... Wow. Echt de eerste keer dat dit gebeurde. Echt een tof effect, man. Echt heel vet gedaan. Apprentice, mark well and listen. Master. Trust only in the Force.
Fun fact. Dat is een oude Jedi meester natuurlijk. Maar dat is het originele design van Chewbacca. Als je kijkt naar Ralph McQuarrie's concept art. Dat is hoe Chewbacca eruit zag. En nu zit hij in deze game. En er zit ook in Star Wars Rebels. Just another contraband inspection. Menacing. Echt goed gedaan. Second sister. Heel dope gedaan. Is this all of them? Yes, second sister. We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. Failure to turn over this traitor will result in a charge of sedition. Turn yourself in, or everyone present shall face summary execution. I think it's time someone came forward. I've been working on this heap a long time. Way before the war. We refit and rebuilt ships. Best in the galaxy. Then came the Empire. And engineers became scrappers. The workers? They just started getting worked. Prof. We all know the truth. We're just too afraid to say it. To the Empire, we're all just expendable. Yes, you are. No! Look at this, a lightsaber. I found the Jedi! Okay, here we go, baby. Here we go. Oh, that hurts. Hold it. Don't move. How'd you get here? Easy now. None of your business. Got a stowaway. Hey. Woo! Kijk. Daar zijn we. Hear that over the comm? Jedi? Stay sharp. They won't get past us. Kan die bolts dus weer kaatsen. Timing is wel goed. Kijk, je kan het. Als je het goed blokt, dan weer kaast hij hem. Doe je te vroeg, dan blokt hij hem alleen. Ik krijg straks ook een aantal hele vette upgrades. Waarbij als je sprint bijvoorbeeld, dan maakt hij een hele vette flurry. Ik zal hem zo heel even op de quality mode zetten. En dan kan je zien wat het verschil is. Kijk, want dit is dus glorious 60 fps. Dan zet ik hem heel even op de quality mode. Dat is dus dynamic 4K. Vergeet wat hier staat. Limits resolution to 1080p for increased frame rate. Meerdere games die een next-gen update hebben gekregen, die houden de oude teksten erbij. Geen idee waarom. Het lijkt mij dat het iets is wat je heel makkelijk kan oplossen. Maar dit is niet het geval. Dit is versie 1.12. En deze runt, nou, dat kan je zelf ook wel zien in een hoge resolutie. Kijk, en dit is wel natuurlijk crispy AF. Maar, weet je,
gelokt op 30 frames per seconde. Vind ik gewoon heel erg zonde. Ik zou zelf niet op deze manier de game spelen. Gotta keep moving. Ondanks dat het er echt prachtig uitziet. En ook qua timing zal het daardoor lastig worden natuurlijk. I chose to rest instead. That's how I prepare. Eyes up! Ik heb echt het gevoel alsof ik naar een dia-show zit te kijken. Here we go. Ik heb hem nu op Grandmaster difficulty staan. Dus je timing moet echt perfect zijn. Maar wanneer je op normal speelt, dan is het iets vergeeflijker. Oh, ik zit niet op te letten, joh. Ik hou hem nog heel even op deze modus. En daarna zet ik hem weer terug op performance mode, hoor. Dat vind ik toch persoonlijk echt verreweg de mooiste. Dat geldt bijna voor alle games. Ook Spider-Man, Miles Morales. Volledig in de performance mode gespeeld. Er was nog helaas voordat er een performance raytracing mode was, maar... Ik ben wel bijna dood, dus ik denk niet dat we het gaan redden tot het einde. Ik ga gewoon mijn best doen. Oh no! Need cover. Gotta move in between bursts. Now. Ah, het is wel crispy. Crispy AF als je dit zo bekijkt. Wacht tot hij heeft geschoten. Faster. He's here. I'm ready for your trigger. You shot the coupling out. Ik ben vooral benieuwd. De meningen zijn nogal verdeeld. Welke mode zou jij hem spelen? Performance mode of quality mode? Wat belangrijk voor je? Resolutie of frames per seconde? Ik merk toch dat er bij veel console gamers de resolutie die belangrijkst voor ze is. Enerzijds snap ik het ook wel. Je hebt waarschijnlijk een groot 4K scherm staan in de woonkamer. Dan wil je daar toch optimaal gebruik van maken. Maar ik denk dat het gameplay wise beter is om in 60 frames per seconde te spelen. Dan ga ik hem ook weer opzetten. Kijk, en dan zie je het verschil. Kijk, dit is ineens smooth as butter. Ah, iets minder scherp. Dat is 100% waar. Twee hele toffe characters nu. We're here to help. Who are you? No time. Keep moving. We'll pick you up when we can. Als ik me niet vergis, zat hij ook in Wolfenstein. En ook in Call of Duty. Zit het volgens mij veel motion capture ook en performance capture voor gaming. Wat tof om te zien.
zie je ook wel dat, dat de industrie echt enorm volwassen aan het worden is. En het emuleert in sommige gevallen dan ook de filmwereld wat dat betreft. En ze doet het ijzersterk. Niks op aan te merken. Kom dan. Ja. Er werd op me geschoten. En twee mannen die me aanvielen. Dat was iets te veel van het goede. Even kijken of we het nu in de retry wel kunnen. Moet wel. Nou, kom op. Eerst jij schieten. Zie, ik had geen stap naar voren moeten zetten. Hè? Kom op. Yes. Nu jij. Ja, kom maar, nog een keer. Dat is één. Dat is twee. Zie, je kan het jezelf zo moeilijk of makkelijk maken als je het zelf wil. Wat nou? Moeten we hier naar buiten? Train stopped? Ook als je deze game speelt en je hebt thuis een dikke geluidsset staan, dan ga je heel vrolijk worden hoor. Kleine hommage aan Ahsoka en Anakin. Hoe die daar zo naar beneden viel. Jedi gave their life so that you might live. Your demise draws nearer. But the measure. Is een kleine taste van wat je te wachten staat. Choreografie is ook echt goed hoor. There she goes.
Shut that thing off and grab some seat. Thanks for the help. But who are you people? My name is Seer Junda. And this is my captain, Greece Dritus. How you doing? Greece is heel vet, man. But you better pay attention to this lady here. So, who are you? Cal. Kestis. Who was that back there? An Imperial Inquisitor. She's a Force user hunting Jedi survivors. And now that she knows who you are, she will not stop until she destroys you. How do you know so much? And why'd you help me? We track Imperial communications. We heard the Inquisitors were heading to Bracca. So we made our move. Oh, yeah? And what's the bounty on Jedi these days anyway? That's gratitude for you. Look, I get it. You've been surviving on your own for so long that it's impossible to trust anyone. And it's what's kept you alive. But this is about something bigger than just surviving. Like what? Like rebuilding the Jedi Order. Mm-hmm. You too. Anybody else? Oh, we're not good enough for you? The Jedi Council? Je moet ergens beginnen. Order 66. Captain, set a course for Bogano. Aye, aye. In the meantime, try and relax. Go, you're safe. For now. You gotta move on and live your life. Find your destiny. Calicab! You were talking in your sleep. Ik vind die mocap zo vet gedaan van hem, man. Weirdo. Ja, jongens. Dit is het begin van Star Wars Jedi Fallen Order. Dit is het begin van je avontuur. En ik kan het dan iedereen ook echt van harte aanraden. Dit was voor mij een van de beste games van 2018. Heeft een nieuw likje verf gekregen dus. Voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Ik heb hem hier op de Xbox Series X gespeeld. Ga het spelen, jongens. Het is Uncharted meets Dark Souls. Dark Souls super light wel natuurlijk. Meets Metroid Prime. Het is voor mij de ideale mix met Star Wars. Ga het alsjeblieft spelen. Het is echt een hele goede game. Als je de game voor wat voor reden dan ook aan je voorbij hebt laten gaan. Je hebt nu geen excuus meer om hem alsnog te pakken. Hij zit in Game Pass. Hij zit bij EA Play. Er is no way dat je hem niet voor een paar kleine centen in huis kan halen. Dus doe het. Dat is mijn advies. Dit was Jedi Fallen Order. De Next Gen Update. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Mocht je dit nou een tof video vinden, laat dan heel even een duimpje omhoog achter. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat alsjeblieft dan ook. Je helpt mij daar echt enorm mee. En dan kan ik meer vette video's voor jullie maken. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!